Goedemorgen, deze morgen, zonder zorgen. Zoals jullie zien, mijn partner is al aan het tanken. Want we hebben best wel een rit voor de boeg vandaag. Even een ritje naar het noorden, dus van het uitzuiden naar het uiterste noorden. En ik ben heel benieuwd wat we onderweg allemaal tegenkomen. Zou het rustig zijn, denk je, op de weg? Of zou het druk worden? I don't know. Ik hoop echt dat het rustig is op de weg. Vooral bij Ring Rotterdam, daar heb ik altijd nekel aan. Sorry Rotterdammers. Maar jullie ring is echt irritant. Dat zag ik ook echt met de Ajax-ziet naast me. Ja, nee. Dat, ja. Kom eens gaan los in 3, 2, 1. Thanks. Maar goed, dus even een ritje naar het noorden en dan zien we wel wat er onderweg gebeurt. Boom, staan bij de benzinepomp. Wat hebben we? We moeten altijd kaal onderweg. Altijd even kaal onderweg. Een panini broodje mozzarella. En bij de benzinepomp, dus wij zijn echt erg, maar bij de benzinepomp hebben ze de grote Starbucks caramel macchiato. Ja! Dus misschien de Jumbo's ook de grote in de schappen gooien. Want dat zal wel lekker zijn. Wij gaan in ieder geval even lekker eten en dan gaan we weer doorrijden. We hebben nog 2 uur te gaan of zo. Dus. Jee. We zijn echt, alle twee ook echt nog aan het wakker worden. We staan hier ook echt naast een pishuisje. Lekker een parking. Een waterclozet, een wc. Pishuisje. Gewoon lekker een Nederlands pishuisje. Dus ja, als we alles opgegeten hebben en zijn begonnen met drinken, dan gaan we doorrijden. Dus, hallo mevrouw. Ja. Soms kijk je echt naar mensen in de auto en dan denk je bij jezelf, what the heck. Ha, home sweet home. We hebben een hele rit achter de rug. Veel gebeurd onderweg. We hebben onwijs veel file gehad. En uiteindelijk besloten we Alkmaar nog even te stoppen aan de benzinepomp. Om nog heel eventjes te plassen. Je kent dat wel. Je lang ophouden. Het was een rit van 3,5 uur. Terugreis is zo'n 4,5 uur geweest. Vanwege de file. En we stonden bij Alkmaar aan het tankstation. En we wilden eigenlijk terug in de auto stappen. We horen in één keer echt zo'n krakgeluid, maar heel hard. Dus wij kijken om. Nou, toen was er een meisje die de auto geparkeerd had. Op een betonblok. Toen zijn we toch maar heel even gaan kijken of we konden helpen. Goed, eind goed al goed. De auto had wel wat schade, hun gelukkig niet. Maar hun was alles goed. We zijn er gelijk naartoe gegaan. Om even te kijken of dat het allemaal gaat. En ja, qua auto, niks wat niet gemaakt kan worden. Dus het viel wel mee. Gezien hoe hoog de betonblok was. Ja, is een beetje geschrokken. Maar die jongen die had zo'n aanstekelijke lach. En die hoorden wij over heel de parking. Hoorden we hem eigenlijk zo hard lachen. Dat wij er ook nog best wel eventjes op geteerd hebben op de terugweg. Met hoe aanstekelijk zijn lach was. Het was echt heel erg leuk. Dus mochten die jongen en een meisje die nu precies weten waar ik het over heb. Kijken. Dan dankjewel voor je aanstekelijke lach. Hij was echt leuk. Verder hoop ik dat natuurlijk alles gewoon verder goed gaat met de auto.
Maar goed, we hebben in ieder geval ons best gedaan. We hebben er even bij gestaan en even gepraat. Ja, ik kan natuurlijk geen camera pakken, zo ben ik niet. Dus, nou ja, goed, uiteindelijk ons weg vervolgd, lekker naar huis gegaan, nog 10.000 keer file gehad. En dan ook echt op de momenten dat je nodig moet plassen. Waarbij het bij mij niet meer zo lukte om een koppeling nog in te trappen en dan krijg je file. Mensen die geen richtingaanwijzer gebruiken, de dagelijkse hindernissen, zeg maar, in het verkeer. Er waren er vandaag heel veel. De hele dag was al erg, daar begon het al mee en de terugweg was nog erger. Dat maakte het af. Toen hebben we uiteindelijk nog de kindjes opgehaald bij de schoonouders. Die hadden vandaag de kinderen gepassen. Die hebben ook al gegeten, dus ik ga nu eten maken voor ons. Want wij met z'n drieën hebben nog niet gegeten. En dan sluiten we lekker de dag af. Dan denk ik dat het ook niet veel meer gaat zijn. Meestal na zo'n rit ben ik ook wel op, kapot, moe. Pijn, medicijnen, yay. En dan bedje. Morgen wordt weer een hele andere dag. Ja, dan horen jullie morgen. Voor nu sluit ik hem lekker af. Vond je deze video nou leuk? Laat dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te volgen of te abonneren. Het is natuurlijk twee platformen dat we plaatsen. Dus het is zowel TikTok gericht als YouTube gericht. Het zijn mini vlogjes, dus het kan ook verder helemaal geen kwaad. Voor de TikTokers, volg ons. Laat een hartje achter. Voor de YouTubers, like en abonneer. Like, subscribe. Ik weet niet, ik word moe, ik word melig. Meestal geen goede combinatie. Ik ga afsluiten. Tot morgen.